Goedendag. De kerstdagen zitten er natuurlijk op, en dat betekent voor veel mensen toch even weer de natuur in. Zoals deze fietser, maar dan moet je af en toe toch nog wel even om die plassen heen manoeuvreren door dat regenachtige weer van de afgelopen tijd. Vandaag hadden we te maken met een wat droger intermezzo, een mix van wolken en zon, waarbij de bewolking wel overheerste. En voornamelijk flink wat wind. Eigenlijk dus ideaal weer om bijvoorbeeld buiten je was te laten drogen. Maar die wind die zou tijdens de jaarwisseling wel weer voor wat problemen kunnen gaan zorgen. Kom ik zo even op terug. Eerst kijken we even naar het grootschalige weerpatroon. We hebben nog steeds te maken met die westelijke stroming. Vandaag die mix van wolk en zon. Maar komende avond en nacht trekken weer fikse buien over van west naar oost. Met daarbij ook nog steeds flink wat wind. In het noordwesten kans op zware windstoten van meer dan 75 km per uur. Vrijdag overdag opnieuw op grote schaal buien. Maar in de loop van zaterdag dan passeert een rug van hoge druk. Waardoor tijdelijk iets rustiger is in de atmosfeer. Waarschijnlijk op veel plaatsen droog. Alleen in het westen van Nederland daar kan nog een spat regen of motregen vallen. Verderop de Atlantische Oceaan daar zien we een nieuw lage drukgebied liggen. En die gaat dus in de loop van 31 december, oud jaar, voor flink wat wind zorgen. Dat zien we ook goed terug in de windpluim, voor regio midden waarin we alle verschillende leden daar ook zien. We zien eerst die rug van hoge druk passeren, waardoor het tijdelijk wat rustiger is in de atmosfeer. Maar Precies tijdens de jaarwisseling zien we een piek boven de 5 po voor, en die heb ik ingetekend omdat dat de grens is als de windsnelheid daarboven komt. Dat betekent dat dat vuurwerkshows worden afgelast, onder andere bijvoorbeeld die in Rotterdam bij de Erasmusbrug. Zoals we nu zien, is er best wel een reële kans dat dat gaat gebeuren, want niet alleen het Europese weermodel, ook allerlei andere weermodellen, het Amerikaans en het Duitse weermodel komen met veel wind, en ik denk dat het dus best wel een realistisch scenario is dat vuurwerkshows afgelast gaan worden. Nou goed, morgen hebben we in ieder geval ook met veel wind te maken. Niet zoveel wind als met oud jaar. Het is nog steeds vrij zacht voor de tijd van het jaar, met temperaturen zo rond 10 of 11 graden en daarbij een mix van wolken, zon en enkele stevige buien die overtrekken. Waarschijnlijk de meest stevige exemplaren in het zuiden van Nederland. Zaterdag dan hebben we dus met een iets rustiger weertype te maken. Op veel plaatsen is het droog, mogelijk in het noorden nog een waterig zonnetje. De bewolking overheerst wel en alleen in het westen, daar is nog een spat regen of motregen mogelijk. En die wind die is dus tijdelijk ietsje minder aanwezig. Op zondag, oud jaar, dan passeert dus dat lage drukgebied met flink wat regen en dus ook veel wind. Temperaturen rond de graad of 9. Ook de dagen daarna, ja het is een beetje eentonig, blijft het wisselvallig met zo nu en dan flink wat wind. De temperatuur gaat wel omlaag naar een graad of 7 overdag. Zit er dan op de lange termijn nog iets van winterweer in de verwachting? Nou, voorlopig nog niet. Eerst is die temperatuur in de loop van de komende dagen naar een graad of 7. Pas op de lange termijn zien we meer opties komen tot echt wel wat licht winters weer. Met temperaturen overdag slechts iets boven nul. In de nachten net daaronder. Dus er zijn weer wat hoopgevende signalen voor als je van winterweer houdt. Tot de volgende keer.